namens alle geestelijke verzorgers van de NSSZ, welkom bij deze vlog. Vandaag is het Koningsdag en daar wil ik in deze vlog bij stilstaan. Ik heb daarvoor een foto geprint van de koninklijke familie. Die heb ik hier naast me opgehangen. Dat hoort er wel bij vandaag. Sinds de troonwisseling in 2014 vieren we Koningsdag. En wat daarvoor Koninginnedag was, sinds 1891 vanaf koningin Wilhelmina. En daarvoor korte tijd Prinsessendag was, van 1885 tot 1890. En dat is een nationale feestdag in het Koninkrijk der Nederlanden ter ere van het staatshoofd. Voor de meeste mensen is dit een vrije dag. En wat gevierd wordt met allemaal festiviteiten, vrijmarkten, festivals en het dragen van oranje kleren. Traditioneel brengt de vorst op deze dag een ceremonieel bezoek aan één of meerdere gemeenten in ons land. Nou, zelf ben ik een keertje wezen kijken daarnaar toen de koninklijke familie naar Groningen kwam. En wat ik me vooral daarvan herinner is lang wachten in een overvolle straat met dranghekken om heel kort een glimp van de koninklijke familie op te kunnen vangen. Maar toch was dat wel een belevenis om dat een keer met eigen ogen te zien en mee te maken. En ja, zulke dingen blijf je je wel herinneren. Heeft u misschien bijzondere of mooie herinneringen aan Koningsdag of aan Koninginnedag? Wat bent of was u gewend te doen op Koningsdag of Koninginnedag? En heeft u überhaupt iets met Koningsdag of Koninginnedag? Of zou u misschien het land liever als republiek zien? En heeft u er gewoon niet zoveel mee? Nou, wellicht kunnen dat dingen zijn om als onderwerp van gesprek te hebben tijdens de koffie met elkaar vandaag. Dit jaar, vandaag, is Koningsdag vanwege de uitbraak van het coronavirus met een uitzonderlijke Koningsdag. Alle festiviteiten zijn afgelast en Koningsdag wordt omgedoopt tot Woningsdag. Waarbij we geadviseerd worden om vooral thuis te blijven. Maar deze moeilijke tijd van onzekerheid en isolatie door het coronavirus vraagt misschien juist wel om een dag van verbinding. Zoals Koningsdag ook wel gezien kan worden. Ook de koning en zijn familie blijven vandaag thuis op Paleis Huis ten Bosch. En zij zullen vanuit huis op het platform www.koningsdagthuis.nl aanwezig zijn. Het wordt dus meer een digitale Koningsdag. De koning zal rond 10 uur een korte boodschap uitspreken. En gedurende de dag worden er beelden gedeeld van hoe het koninklijke familie Koningsdag thuis viert. En om 4 uur zal de koning Koningsdag afsluiten door het glas te heffen tijdens de nationale toast. 20 maart 2020, dus onlangs, hield de koning een toespraak in verband met het coronavirus, waarin hij zijn betrokkenheid en medeleven toonde met de mensen die getroffen zijn door het virus en hun familieleden, en aan mensen in zorginstellingen die door voorzorgsmaatregelen geen bezoek kunnen ontvangen, en aan mensen waarbij de crisis hun bedrijf treft. De koning pleit in zijn toespraak voor onderlinge verbondenheid. En daarin zit ook een soort opdracht van hem aan ons allen. Hij zegt: gelukkig is er heel veel wat we wel kunnen doen. We weten immers allemaal wie er in onze directe omgeving aandacht nodig heeft. Dit is iets waar we samen doorheen moeten. Heel veel mensen beseffen dat. Ze houden een wakend oog op anderen en helpen elkaar waar dat kan. Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel. Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt. Ik vind dat wel hele mooie woorden van de koning. Om het eenzaamheidsvirus wel te stoppen. En de koning die sloot de toespraak af met de woorden: 2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven lang zal herinneren. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en beleeft het op een andere manier. Maar ik hoop en verwacht dat een gevoel van saamhorigheid en trots ons dwars door deze moeilijke tijd zal blijven verbinden. Ik vind dat ook een heel mooi einde van de toespraak. Ik wil deze vlog afsluiten met een link waarop geklikt kan worden om het Wilhelmus te horen. Veel mensen hebben namelijk herinneringen aan Koningsdag, of Koninginnedagen vooral, van vroeger. Waar om 10 uur 's morgens aan de voet van het bordes van het gemeentehuis, onder begeleiding van de plaatselijke fanfare, liederen werden gezongen, waaronder het Wilhelmus. U kunt in plaats van
daarvan dit jaar ook om 10 uur vanaf uw tuin, balkon of dakterras samen met de online leden van het Concertgebouworkest het Wilhelmus meezingen of spelen. Ik wens u een goede en verbonden Koningsdag.